De Jumbo in winkelcentrum Snel in Polanen gaat volgende week 4 dagen dicht voor een verbouwing. Deze verbouwing vindt plaats van maandag tot en met donderdag. Op vrijdag volgt om 9:00 in de ochtend de feestelijke opening van het nieuwe gedeelte. De Jumbo is dan namelijk uitgebreid met het naastliggende pand, waarin voorheen Blokker gevestigd was. Wij spraken met Jurgen Langerak, al 10 jaar supermarktmanager van Jumbo Snel in Polanen. Ja, toen wij 2 jaar geleden Jumbo werden, zijn we ook al bezig geweest om te kijken of we uit konden breiden. Toen lukte dat niet, om diverse redenen. En inmiddels, nu liep het huurcontract af bij de Blokker en die verlengde het zelf niet. Dus zodoende kregen wij die mogelijkheid. En betekent dat ook een uitbreiding van het assortiment of gewoon een hele andere opstelling van de winkel? Nee, de opstelling houden we eigenlijk nagenoeg gelijk. Ook omdat we de klanten niet weer willen confronteren met een geheel nieuwe inrichting. Vooral de kruidenierswaren, daar verandert eigenlijk nagenoeg niks aan. Maar de versopstellingen, daar gaan we wel echt nog een stukje in accelereren. En ook wat nieuwe modules toevoegen. Zoals vers belegde broodjes en verse yoghurt met toppings. De groenteafdeling gaan we flink uitbreiden. En de broodafdeling, dus vooral in versgroepen gaan we flink uitbreiden. Onze ingang was altijd erg benauwd. Ook sinds de komst van online afhaalpunt. Wat in de intree zat, werd het steeds benauwder in dat halletje. Dus ook de kassas gaan we verplaatsen. Ja.